Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk een hele goede avond, van hartelijk welkom bij Assassin's Creed Odyssey. Jongens, we gaan net een missie starten. Volg Center, die was in één keer hier. Ik heb de boot trouwens terug aangelegd hier, dus dat heb ik heel even zelf gedaan. En we moeten nu Center volgen, dus laten we dat dan ook gewoon hier doen. En dan zien we het zelf wel, dus dat gaat helemaal goed komen. Laten we gewoon beginnen en dan zien we het wel. We moeten gaan vechten volgens mij, dat wel. Ja, ik heb een stukje, klein stukje hier overgeslagen, dus sorry daarvoor. In één keer kwam die missie, ging daar in één keer naartoe en toen zag ik dat we nog niet aan het opnemen waren. Maar nu wel. Wij zijn natuurlijk de Spartanen en moeten de Atheners een heleboel uitschakelen. We hebben ze vrij veel verzwakt, dus we gaan eens even kijken of we dat nu ook nog kunnen doen. Maar ik weet niet hoe verzwakt dat ze zijn. Dat is de vraag. Dus ik wilde deze missie misschien echt helemaal op het laatst nog gaan doen. Dus misschien dat ik hem nog kan gaan annuleren. We zitten in niveau 8. This won't be like any other battle I've been a part of. En ik wil heel eerlijk level 10 zien te bereiken. Dus we gaan. Zet aan voor de dingen. Oké, hallo. Ben je klaar om de Atheners, zowel Athene als Sparta, belonen veroveringsgevechten met episch uitrusting? Natie verdedigen is gemakkelijk, maar levert minder beloning op. In natie aanval is moeilijker, maar levert meer beloning op. Oké. Ten strijd of nog niet? Ik klik eerst even nog niet. We gaan eerst even wat anders doen. We gaan eens even kijken wat we nog kunnen gaan doen. Want we moeten namelijk hier. Hij is niveau 9. Dus als ik hem eerst ga pakken. Dat is hem. Niveau 9. En we zitten in 8. Dus ik ga het gewoon proberen. En dan komen we terug, want dan zijn we wat sterker en zo. Weet je wel, dat is iets beter. Even kijken, welke kant moeten we op? Die kant op, dus dan moeten we even gaan kijken dat we dit pad. Nu wil ik even volgen. Ja, we moeten meer naar rechts. We kunnen zo. Even kijken, loopt nog überhaupt? In the middle of Norway voor het veroveringsgevecht. Dat gaan we dus zo. Nu gaat die kant op. Nieuwe locatie ontdekt. Let's go. Zo, het is hier wel heel mooi. Ja.
het is hem al. Ik ga trouwens iedereen heel even spotten. Van 9. Hier kan het eens duwen. Maar wie is dit dan? Volibus. Oké, chat, we gaan. Laten we eerst heel even de game opslaan. Hoofdmenu. Opslaan. Want we weten zeker dat we hier dan terug gaan komen. Even kijken. Hebben we wat dingen extra? Die gaan we natuurlijk niet wegdoen. Hier. Gaan we iets achter. Dit is level 10, dus dat zo zijn we nog niet. Goed. Oeh, dit is wel. Dat was niet zo heel snel wat ik nu deed. Kan sluipmoorden. Oké, nou zijn ze spin 5. Oké, dat is goed. Dan moet ik nu heel even gaan kijken. Blijf hier rondjes. Blijf hier staan. Pak hem wel zo. Wow, yo man. Doe eens even rustig, man! Wow, yo, man! Wow, yo, hij is heel sterk! Zo! Dit had ik even niet verwacht. Dat hij zo ontzettend sterk is. Dan ga ik hem maar pijlen schieten. Hij is zo ontzettend sterk. Dat had ik niet verwacht, dat ik zo snel dood zou gaan. Zo. Ja, dan loopt hij net weg. We should try to stay out of sight. This must be Irkonos' camp. Niet of ze het mij gezien hadden. Leider van de natie is verslagen. Oké. Hier staat hij. Doet de plunder de schat. Kan ik hier naar binnen? Dat zit echt dicht, hè?
goed van gaan. Dood. Oké, naar boven, 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 naar boven. Nee, ja, nu zijn we dood. Het is dus zo niet hoe we het willen. We moeten hem zien uit te schakelen, maar hoe? Anders komen we gewoon dit eiland niet weg. Mijn kant oplopen, maar dat gaat hij niet. Wat een rotzak. Oké. Is het hier veilig? Ik denk het van wel, dus we gaan hem... We zijn rustig, 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 rustig. Nou, oh, jongen! Dit gaat even duren, jongens. Kom aan! Ik word er zo gek van, hè? Moet je, en dan speel ik Assassin's Creed op de makkelijkste niveau en dan vind ik het nog alsnog te moeilijk. Hoe moet dat gaan als we hoger zijn? Staat nu. Kom
dat hij daar blijft. Ik weet dat hij hier gaat komen. Sterke vent is het. Wat een ongelooflijke sterke vent is het, hè? Het is ongelooflijk. Vergeet hem maar eens even. Pak hem als laatste misschien. Laat er nog één. En daar er één. Voor de rest staat hier niemand. Oké. Okay. Hoppa, we pakken hem gewoon zo vanuit het dak. Vermoord 50 vijanden. Locatie voltooid. Nou, we hebben in ieder geval de locatie voltooid. Maar we moeten hem nog zien uit te schakelen.
gaan eerst even de game opslaan. Ah, dat kunnen we niet. We zitten op een onveilige plek. Kunnen we de game nu wel opslaan? Opslaan. Oké, we weten dat we nu geen tegenstanders meer gaan krijgen. Kijk, we kunnen tot level 8, tot 9. En we zitten aan level 8. Dit is dus onze vader die moeten uitschakelen. Dus we moeten echt... Niet alert blijven. Niet dat hij ons ziet, kijk. Shit. Doe eens even rustig, vriend. Nee. Hij heeft me. Ik was er heel dichtbij, maar hij heeft me weer. Het is wel te doen, maar alleen het wordt heel moeilijk. Ik wilde een pijl op hem, maar hij liep weer net weg. Hij liep net weg. Dat is het hele probleem. Hij liep net weg. We hebben hier alles... Ik denk dat ik hem hier wel kan pakken. Oh, dit is de verkeerde. We moeten heel even tot rust komen. We gaan hem nu even kwijt. Okay. Die levels moeten heel even op zien te komen. We zijn niet opgeladen. Ik ben bijna. Ga aan de kant, mensen!
Ik heb hem bijna. Ga aan de kant. Ik heb je bijna, vriend. We hebben hem. Ga eens aan de kant. Gaan we niet meer doen. Plunderen. Phew. Sluit je aan en dan kunnen we hier gaan vertrekken. Alleen er zijn hier nog twee kisten. De oude steek. Je gaat toch niks doen, hè? Oh, hoi, jij bent fucked, hè? Ik kan wel heel snel pakken. Oké, laten we teruggaan. Oh, het is een huurling. Hou eens op! Oeh, daar moesten we voor uitkijken, ja. Hoi. Dat is een huurling. Hij is raak. Dus even rustig, kalm. Nee. Nee, ik had hem zo dichtbij weer. En dan is hij net iets eerder dan mij. Dat meen je niet. Nou goed, dan gaan we hem maar weghalen. Of kijk wat we ermee kunnen. We zijn trouwens een half uur bezig. Wauw. We hebben in ieder geval dat stuk onze vader hebben dus doodgemaakt, dus dat is goed.
Maar alleen we moeten nog dat flink gevecht doen. Oké. Let's hope no one notices me here. We gaan eerst even kijken of die huurlingen. Kijk. Is die weg? Dan moeten we hier even naartoe om hem nog te volgen. Ik heb hem daar. Off we go now. Wacht, hoe kan daar het best nu komen, hè? Wacht, even terug. En dan ga ik zelf even daar naartoe. Kijk. We zijn zelf die berg ervan afgesprongen. Dus als we daar gewoon. Waarom springt hij nou niet? Springen. Kom, je kunt het. Kijk. Wat joh. Bob is niet beschikbaar. Hele pokstuk gaan lopen. Kijk, nu is hier. Ga niet praten. Hyrcanus is dead. Sparta thanks you, Mystios. What about my reward? We never entered into a contract. This is something you did yourself. But be assured, Sparta is grateful. Great. Nou. Messi vertrouwt de jacht op Hyrcanus. Plus 2100 XP. Betekent die voor 9? Nee. Oké. Okay. Oké, dan gaan we dus de laatste missie doen. Het laatste offensief, Odyssey missie, die moeten we gaan doen. Volgen. Dat is daar en dan gaan we dus die boot op, jongens, en dan gaan we hier dit eiland verlaten. Zo heeft het dus wel even geduurd. Nou, laten we eens even weer gaan praten. We hebben de vorige keer natuurlijk afgewezen, maar nu gaan we hem accepteren. Wij klaan de Atheners te verslaan. Ten strijde, dat is geen andere missie meer, we kunnen niks meer. We zitten in niveau, niveau 8. Dus ik hoop dat dit goed gaat. Het wordt echt een massale gevecht. Dat kan ik je alvast garanderen. Zo, kijk eens aan. Die blauwe, die moeten wij zien af te maken. Kijk, en dan komen ze met z'n tweeën erop af.
iets neer. Die is ook neer. Dus ik pak ze echt één voor één. Maar er kan er nu drie komen. Ga doen, dan loop ik gewoon even weg. Ik ben bijna dood. Achter me aan, hou op! Dit gaat even heel lang duren, denk ik, ben ik bang. Dit gaat echt zo lang duren. Er zijn zoveel man, maar dan komen ze met z'n 3-4 man, komen ze op me af en die zijn vrij sterk, weet je. En dan wil ik proberen om weg te lopen. Maar dan komen ze gewoon achter me aan. Maar dan heb ik de ene bijna dood en dan komt die volgende. Want voor de rest is er echt helemaal niks meer, hè? Oude Stella. Aanbevolen niveau 8, we zitten daar. Iets van niveau 8. Wel niveau 9. Die is wel iets sterk niveau. Laten we die pakken. 8 van de 40. Ik moet nog een klein stukje. Waar staat die missie dan? Odyssey. En dan ga ik vanuit daar heel even de game heel even opslaan, zodat we zeker weten dat we daar ook zijn. Kijk. Hoofdmenu, heel even de game opslaan. Opslaan. Deze. Dat is in ieder geval geluk en dan hoop ik dat we binnen 20 minuten klaar zijn. Wat? Ik wil alleen praten. Are you ready to crush the Athenians? Ten strijde. I'm ready for war. Goed, we moeten maar. Dat is geen andere missie, we kunnen niks meer. Ik hoop niet dat ze met 5, 6 man, want er zijn er echt zoveel.
De wolf hebben we natuurlijk al verslagen. Er zijn er echt gewoon veel te veel. Je zit hier te juichen, vriend. Daar heb ik geen zin in. Ik kom heel even weg. Maar ze komen ook met z'n tweeën. Waarom gaat hij niet omhoog? Wil je eens raken me vanaf hier gewoon? Wat het slagveld. Kom maar, hij moet omhoog komen. Och ja, is prima. Anders heb je verloren. Ja, we hebben sowieso toch al verloren, dus... pak mij toch met z'n tweeën, dus we weten toch dat we dood gaan. Kijk maar, hup, we gaan dood. Zie je? Het is ongelooflijk. Hoe gaan wij hier dit doen? Ze komen ook met z'n tweeën daarna. Het lukt die eerst en daarna komen ze met z'n tweeën, komen ze op mij af. En ik wil ze gewoon één voor één pakken. Dus ik ga proberen om ze nu één voor één. Leider van de natie is verslagen. Kijk, dan moet je weer gaan praten. I'm ready to crush the Athenians. I'm ready for war.
En dan doe ik dit gewoon op mijn eigen manier. Zelf een keer. Nou, we gaan het nu wel proberen. En anders houdt het op. Ja, deze game is wel leuk, maar af en toe dan is het gewoon heel moeilijk. Nou, kijk. Wat gebeurt er dan? Dan komen ze met z'n tweeën op me af. Nou, die komen ook. Dan moeten ze ook... Kijk, daar kan er nog één. Eerst hem uitzakelen. Is ook dood. Ah, dit gaat goed. Twee die nu achter me aankomen. Komt ook. Dus even rustig, mensen. Kijk, die ligt op de grond. Die is dood. Krijg je nog een trap na. Is ook dood. Yeah.
dood. Die ligt. Die is dood. Overwinning! Voltooi! Gevechtenprestatie! 19 soldaten gedood! 1575 XP! 382 van die 6 van die linker, weet niet wat dat is. En iets van niveau 8. Doorgaan. Eindelijk! Maar waar hebben we hem? Request the presence of the mercenary. We shall be up to him in a moment. With respect, he wishes to see the mercenary alone. What? I said the commander I wishes. I heard what you said. I just don't understand why. Those were his orders, sir. Very well. Appears I have other matters to attend to. Zo is wat dan. Zo. Nieuwe gaving komt. Nieuwe missie voor de Halaatse offensief. Okay. Confronteer Nicolas, de wolf van Sparta. Niveau omhoog, niveau 9 zitten wij. Wauw. Moeten we niet eerst even wat onze vaardigheden bekijken? Ja, ja. We zitten nu in niveau 9. Kunnen we iets pakken van niveau 9? Wat die? Dat hebben we helaas niet. Ach. Even die. Hier was, ja, hier is iets van niveau 10. Dat is 8, dat is goed. Pakken we deze op, waarom niet? Zo, staat voor een ding. Pijlen is ook goed. Ja, dit zijn de enige pijlen. Oké, nou, dan gaan we daarmee vechten. Zo. Nou, we moeten even met hem gaan praten. Laten we dat dan ook even gelijk gaan doen. Confronteer Nicolaus. What do I even say? Wow. Maar dit is onze vader natuurlijk. Klopt, ja. Dit is hem. So you are the champion who won us today. Tell me your name, hero, so that I may greet you as a true warrior. Ik denk dat je mij kent. Here, pater. It's been a long time. Impossible. I saw you fall. I didn't fall. You fucking threw me to my death. I did what was required of me as a Spartan. I've made my peace with that. You need to as well. You were my father. You were supposed to protect me. You were reckless. You forced my hand. I was protecting my brother because you wouldn't. The Oracle decreed that Alexios had to die. Her word is absolute. You know that. You can't cower behind your sense of duty Enough! Anymore. Can't change the past. I will live and die a Spartan.
There's a large reward for the mercenary that can collect the wolf's head. Is that why you're here? Ben je daarom hier? Wat gaan we doen? Gaan we hem doden of gaan we hem niet? Ik kom antwoorden halen. You've avoided the past long enough. Now you will answer to me. Though you deserve death, there is no honor in vengeance. You must face the ghosts of your past, Pater. And that is a fate worse than death. I have failed in my duty. I failed to protect you. To protect both of you. En hoezo niet? I loved you. And your brother. As if you were truly my own. But you were never mine. What do you mean? That is a question you should ask your mother. Wait. Find your mother. Zoek je moeder. Find her. Waar? Wherever Mirini is, she knows far more than I do. We laten hem wel leven. Where will you go? To find my honor. We hebben hem niet gedood. Where are the snakes in the grass, Cassandra? Dus het verhaal gaat een klein beetje anders. Missie voltooid. Achievement ontgaan fouten. Voltooid episode 2, dat is voltooid. Oké. Nieuwe missie, op naar Pocus. Praat met Barnabas. Oké, dan gaan we dat dus ook doen. Dus ik heb onze vader niet vermoord. We willen natuurlijk antwoord, dat antwoord hebben we gekregen. We moeten onze moeder zoeken. Oké. Nee, ik neem de paard gewoon mee. Hey, ik kom wel het beste kunnen komen. Ik kom wel door het bos. Tempel van Apollo. Ja, we zijn hier een beetje al klaar. Wat is er nou weer aan de hand? Okay, waarschijnlijk gaan we het eiland verlaten. Nou. Onze vader is dus, die blijft waarschijnlijk hier op dit eiland. We moeten alleen onze moeder zoeken. Ja, dat weet ik. Dat we ons schip kunnen aanleggen. Kunnen we even... We zullen moeten springen. Waar zit die gozer nou? Hier. Goed. Even praten, zo zijn we toch een uurtje bezig. Dus dat vind ik heel mooi. So, did you kill your father? Step father. I suppose the gods won't judge you too harshly for a step patris. Ja, maar we hebben hem niet vermoord. En als het uit wordt gelegd, dan hebben wij zelf een probleem. My father. Even if he did try to kill me. Is that better or worse? No matter. Yours isn't the only complicated family in the world. Bedankt voor je medeleven. Thanks. I'm glad to have you around, Barnabas. I'm happy to be here. Would anything else help?
finding my mother. She's alive, Varnavas. At least, Nikolaos thought so. Some good news, praise Ida. What's your plan? What course should I set, Captain? For now, we go to Fokis. Elpinor said he'd meet me there. He owes me money and an explanation. Okay. Aye, Cassandra. And let's seek the wisdom of the Pythia while we're there. If anyone has answers for you. We zijn op zoek naar antwoorden. Delphi. Ik zou het over het orakel. I'll think about it. Good. You know, kings and queens travel to Fokis to consult the Pythia. She can start wars or end them. They say that. Yes, I know. That's enough oracle talk for now. Back to business. You know where to meet Elpinor, I suppose? His home is in Pilgrim's Landing. But Klaus's last words to me were a warning of snakes in the grass. Sounds like you should make extra preparations. Elpinor is the one who should prepare. Meet me at Apollo's temple in Delphi when you're done dealing with the snakes. Oh, and Cassandra, in all the excitement, I nearly forgot. Terrible things have happened to your home. That old house? It was barely standing to begin with. I meant Kefalonia. A sickness has spread across the island. They say it started in Kausos. Oh. It doesn't seem to be a cure. Many have died. Alaka. That priest was right. Just say the word. We can return to Kefalonia whenever you wish. Thanks, Varnavas. I'll keep that in mind. Let's go. Okay, dus we moeten een keer terug. Elpinor has a lot of explaining to do. 200 helixpunten zijn toegevoegd aan je account. Je kunt ze uitgeven door op drukken in het menu om de winkel te bereiken en unieke beloningen te kopen. Oh! Dus je kunt zeg maar, als je extra dingen wilt, kan je daarvoor betalen. Waarom? Dat wij dus van die helixpunten hebben. Oké. Okay. Laten we eens even gaan kijken dan. Op naar Pocus. Jongens, ik denk dat we dat gewoon lekker maandag om 6:30 gewoon weer gaan doen. Meerdere missies aanvaard. Wij moeten naar Pocus. En waar ligt Pocus nou weer? Pocus die ligt hier. Van 9 tot en met 13. Dat is dit hele stuk. Daar gaan wij de komende tijd zitten. Dus het is vlakbij dit eiland dus. Het is hier nu volledig versterkt zo te zien. Spartaanse leiderschap. Wow, joh, hij is in level 44. Kunnen we echt niet aan. Maar we gaan toch hier vertrekken. En we gaan dus naar hier. Kijk. Het lot van de wolf. We gaan terug naar Epinoor en Pocus. Zijn we dan al een keer eerder geweest? Ja, want daar hadden we iets gedaan. En daardoor zijn we gelijk door naar Megaris gegaan. Maar hier is dus een virus uitgebracht op dit eiland. Een grote ondersnap. Dus we zullen misschien een keer ook terug hier moeten zijn. Maar dat gaan we allemaal zien. Ik wens jullie natuurlijk nog een hele fijne avond hier. Morgen om 6:30 livestream van Cities Skylines 2. En om 10:00 FC 24 carrière mode in première. Net als hier. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Voor de likes. En vergeet uiteraard niet te abonneren. En dan zien we elkaar bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Odyssey. Gewoon weer maandag om 6:30. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En anders tot maandag om 6:30 dan maar weer, hè, jongens. Mazzel!